fietsen langs de molen van Kinderendijk. Wie weet hoe een molen eruit ziet? Hebben jullie hier een molen gezien? Kijk, ik heb hier een boekje. Hier kan je zien. Kijk, dit zijn molens. Heb je ook een molen gezien? Was dat ook zo'n mooie molen? Ja, maar molens zijn zo hartstikke mooi om naar te kijken hoor. Maar weet je wat, omdat molens zo mooi zijn? Lees dit nog wel. Hou je goed vast, roept Jan van Robinson. Het waait vandaag flink. Vriendjes fietsen over de Kinderdijk. Kijk, dat kan je hier zien. Dit zijn de molens en hier fietsen ze. Uil vliegt met de groep mee. Maar ook hij heeft het zwaar met de tegenwind. Het is een zonnige dag en de vriendjes genieten van de fietstocht. Wat is dat toch voor geluid? Vraagt het Norrietje zich af. De vriendjes spitsen hun oren. Ik hoor het ook, roept Tijgertje. En hij probeert het geluid na te doen. Het gemurrie van Tijgertje klinkt als het gezoem van bijen. Maar in poesoren klinkt dat natuurlijk al gauw zo. De vrijt over zijn rommelende kuil zegt tegen de groep. Volgens mij moeten wij het geluid volgen. En er wordt vast honing gemaakt in die molens. Uil, wijs jij ons weg? Ja, Robinson begint te lachen. Nou, dat is ook wat. Ik weet dat we het wel doen. Het is een honderd. Dan man, Robinson begint te lachen. Oh, malle oude beer. Dat geluid komt niet van de bijen, maar van de wieken van de molens. De wieken kraken door de wind. Luister maar eens. De vriendjes spitsen hun oren. Ja, inderdaad, het klinkt niet meer als een koe kijkt bedroefd. Hij had zich toch zo verheugd op een hapje honing. Wie van jullie houdt er niet van honing? Wie vindt honing lekker? Ja, je honing lekker? En wie vindt honing heel erg?